Er zijn nog twee wachtende voor. Mooi, hè? Ik ga ze even passen. We hebben hier... Oh, dat is ham. Ik dacht dat we spek hadden gehaald. Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag 26 maart. Ik ben Janneke van Huisje Wel Tevree. Ik vlog dagelijks met mezelf, de kinderen, gastkinderen, huisdieren. Wat jullie horen is Bella die aan het drinken is. Het Bella uitgelaten. Boodschappen komen al zo. Heel vroeg trouwens. Heel snel al. Dus die ga ik zo even aanpakken. Shoplog opnemen. En dan ja, maar weer gewoon verder thuis aan de slag. Met de dingen die ik moet doen. Die zijn er best wel veel. Dus ik hoop dat het een beetje tot vloggen komt vandaag. Er zijn nog vijf wachtenden voor u. Een moment geduld nog, alstublieft. En die vijf wachtenden, nu al 10 minuten. Dat is toch niet normaal? Dat is toch niet te doen? Ik denk dat ik gewoon een half uur aan de lijn moet hangen voordat ik er doorkom. Huisarts bellen. Er zijn nog vier wachtenden voor u. Een moment geduld nog, alstublieft. Er zijn nog twee wachtenden voor u. Een moment geduld. Echt? Bijna 3 kwartier al. Er is nog één wachtende voor u. Een moment geduld nog, alstublieft. Ah, sorry, ik heb hem al opengemaakt. Zalando pakketje is binnen. Ik had schoenen besteld. En een spijkerbroek. En ik ga even de schoenen laten zien. Spijkerbroek is gewoon een normale spijkerbroek. High-waisted. Zit altijd wel lekker. Maar kijk, deze Adidas is. Hoe gaaf die kleur. Mooi, hè? Ik ga ze even passen. Ik ben benieuwd of ze passen. Want dat is op de gok als je online koopt. Dus ik ga ze even aanproberen. Nou heb ik precies matching socks. Dus komt helemaal goed. En ze passen en lopen lekker. Echt zo vet. Blij mee. Echt heel blij mee. Lekker voor de zomer. Ik ben wel blij met Bella. Bella loopt heel te ernaast. En ik denk, vind ik ook wel wat. Zullen we die broek uitpakken? Kijk, het is zo'n broek die is wat hoger. Een beetje hoogwaterbroek. En dan heeft het zo'n onderkantje. Superleuk. En high-waisted. Kun je lekker je buik in stoppen, zeg maar. Echt blij mee. Ga ik ook even passen boven. Hoe blij je niet kan zijn met een paar nieuwe schoenen. Hele mooie schoenen. Ja, ik koop niet zo snel merkschoenen voor mezelf. Maar deze... Oh ja, vorig jaar had ik Skechers gekocht. En die waren iets goedkoper dan Adidas. Maar de neus viel er al meteen. Dat mooie zwarte, dat viel er al meteen af en zo. En ik loop best wel veel met die kinderen, dus een paar goede schoenen. Het zijn gewoon mooi. Klets maar wat. Ja, echt mooi. Ja, Michelle heeft me zo gek gekregen om naar de Lidl te gaan. Ze wil graag die chips, die heeft een ketchup smaak, dus die gaan we even halen. Ik zal straks wel laten zien wat we gehaald hebben. Dat gaat nooit alleen voor... Ketchup chips natuurlijk. Het lukt gewoon. Is gewoon onmogelijk. En ik zal even laten zien wat we bij de Jumbo hebben gehaald. Michelle wilde heel graag die chips die je daar hebt met ketchup smaak. Die is nergens anders te krijgen dan bij de Jumbo. Dus ze had me zo gek gekregen om naar de Jumbo te gaan. Ik zal laten zien wat de schade is. We hebben hier... Oh, dat is ham. We dachten dat we spek hadden gehaald. Hier zit jambon, dat is ham. Oeps, nou ook lekker. ik heb hier van die schoonmaakdoekjes. Die zijn eigenlijk van de Lidl, zijn ze gewoon, ruiken ze het lekkerst. Ik heb wel eens de blauwe, maar de gele ruiken ook heel erg lekker.
Dus daar was ik wel blij mee dat ik bij Lidl was. Ik heb deze koekjes gehaald. Die zijn lekker voor school. Michelle neemt ze mee. Gastkinderen vinden ze lekker ook om gewoon te eten. Het is dus met chocoladesmaak. Er zitten 6 van die uitdeelzakjes in. Onder het mom van paaskoekjes hebben we deze. En deze. En dit heeft Michelle genomen. Parsnipschips. Weet ik veel wat dit is. Zeezout en zo. Nou, in ieder geval chips. Havermout. Deze zijn gewoon echt hartstikke lekker. Die zijn maar 49 cent of zo. En eigenlijk is deze havermout. En die van Albert Heijn. Die heeft ook zo'n eigen merk zakje. Die zijn gewoon eigenlijk gewoon het lekkerst. Ja, kan niks anders van maken. Ik zag bij Vraag het Suus deze rasp. En ik dacht, deze vind ik ook wel heel handig. Want die is in ieder geval niet zo groot als een hele grote rasp. Deze kan je mooi ergens in een bakje hangen. Dus ja, die heb ik meegenomen. Dus die vind ik handig. Citroenen. We hebben wat van dit soort paninis meegenomen. Kip pesto, daar heb ik er 2 van. En eentje met tomaat en mozzarella. Ik heb even wat van die maaltijden meegenomen. Zodat misschien wat minder hier besteld aan eten gaat worden. Dus ik heb hier de haché rode kool met appelstukjes en aardappelpuree. En ik heb hier bami goreng. Die vindt Steven heel erg lekker. Dus als hij dan niet aardappelen of zo mee wil eten met de kinderen, dan kan hij lekker dat eten. En ik heb hier een kipkerriesalade. En ik heb nog wat neergezet. Ik heb luiers meegenomen bij de Lidl. Agnes die zei dat deze eigenlijk een beetje aanvoelen als Pampers. Dus ik ga ze even uittesten of ik deze ook fijn vindt. Ja, we gaan pizza eten dus. En ik heb een tonijnpizza, zitten er 2 in, zag ik. En Michelle heeft deze, de prosciutto. Als ik het goed uitspreek, weet ik niet. We hebben nog meer koekjes. Deze hebben we een aardbeien. Ja, er zitten tussenin, zoals jullie zien. Dat is zo lekker. Tim is echt helemaal wild van deze koekjes. Die zijn zo lekker. Die heb ik meegenomen. En onder het mom van Pasen nog iets. Een luxe appelnotenslof met amandelspijs. Maar kijk hoe lekker die eruit ziet. Oh, zin in Pasen. Ik heb ook, net als bij de luiers van hetzelfde merk, heb ik billendoekjes meegenomen. Even kijken hoe deze ruiken en of die een beetje goed zijn. Nog meer voor Pasen. Paaseitjes. En ja, hier gingen we voor. Deze chips. Echt waar. We hebben gewoon 6 zakken. Michelle die is al naar boven met eentje. Maar hier gingen we voor. En kijk waar we mee terug te komen. Nou, dat hebben jullie net gezien. Maar deze chips. Oh ja, vergeet ik nog bijna. En een koekenpan. Echt een hele zware gietijzeren koekenpan. Al mijn koekenpannen trekken krom. Zo praat. Al mijn koekenpannen trekken krom op het gas. En ik hoop dat deze wat meer stabiel op het fornuis blijft liggen. Dus als je dan boter erin gooit, dan gaat het altijd in zo'n kuiltje in het midden liggen. Dan schiet het ook niet op. Maar goed, ik had dus weer een reden om een koekenpan te kopen. En voor al deze boodschappen was ik 47 euro kwijt. Koekenpan was 17 euro, dus die was vrij prijzig. Maar ja, dan heb je ook wel, denk ik, wel een goede pan. Ja. Dat was een leuke aanvulling op de shoplog van de Jumbo. Het is weer het einde van de dag. Het is weer klaar voor vandaag. En ik heb Tita. Een lekker Star Trek gekeken verder. Nog even wat gelezen. En nu is het tijd om te gaan bellen uitlaten. Te gaan bellen. Om bellen uit te gaan laten. Te gaan douchen en mijn bed in te gaan. Dus ik dank jullie wel voor het kijken naar deze vlog. Ik zie jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Slaap lekker voor straks. Kijk je dit in de ochtend. Nee, ik heb wat te vertellen. Janneke heeft 100 euro aan schoenen uitgegeven. En al mijn schoenen bij elkaar zijn nog niet eens 100 euro. Dat is niet waar. Al mijn schoenen bij elkaar zijn nog niet eens 100 euro. Zit een kat tegen me aan te wrijven. Oké. Slaap lekker voor straks. Ik kijk jullie in de ochtend. Dus ik zie jou een hele fijne dag vandaag. Doei. En Michelle haar schoenen zijn ook.